Ik heb er heel veel zin in. Het is een leuke, innovatieve dag waar ik energie van krijg. Deze derde editie staat in het teken van professionele groei. Hoe kunnen wij nou samen ervoor zorgen dat jij als MKB-werkgever je medewerkers kan binden, maar voornamelijk boeien? Ik doe mee in deze challenge omdat het echt op ons lijf geschreven is. Dus als ik kijk naar de vraagstelling en de oplossing waar Verspaan ook naar op zoek is, dan vinden wij in ieder geval dat we daar één op één bij passen. De reden dat we mee hebben gedaan aan de challenge is dat toen we deze call zagen langskomen, dachten we, hey, nu kunnen we echt iets pitchen als oplossing voor een probleem wat daar gewoon een podium krijgt. Co-ontwikkeling betekent voor ons eigenlijk ontwikkeling wat het voor de werknemer betekent. Wij werken ook veel met gewenst werkleven en iedereen zegt altijd, ja, maar wat is het gewenste werkleven? Dat bepaalt iemand natuurlijk helemaal zelf. De een geeft een 10 voor zijn gewenste werkleven en de ander is helemaal blij met een 7. Ik had hoge verwachting. En dat komt omdat we het al 2 jaar eerder gedaan hebben. En hele mooie pitches hebben gehad 2 jaar geleden, vorig jaar en vandaag weer. Dus ik keek er naar uit. Ik zou sowieso aanraden om mee te doen. Ik bedoel, het is professioneel opgezet en het is leuk om aan deel te nemen. Er is altijd een bepaalde spanning. Hè? Dus of het nou voor 10 man is of voor 1000 man. Hij was echt top. Hij is zo leuk om te doen. En zo mooi dat we dan echt betrokken medewerkers hebben die de selectie hebben gedaan en dan ook in de zaal zitten en eigenlijk nog meer eager zijn om vragen te stellen. Dus dat hebben we eruit gehaald. Ja, echt een heel mooi iets dat we dit als bedrijf kunnen doen. Vandaag was echt super. Enorm inspirerend, heel creatief. Zo'n diversiteit en verscheidenheid aan producten, oplossingen. Fantastisch en heel mooi om hier deel van uit te mogen maken. Ik vond het gewoon heel leuk om mee te doen.